kapjes van mijn neus af. Heel raar om opeens een ander gezicht te hebben. Zo, zo mooi. Het zijn 5 volle zakken. En dat is hun adventkalender. Het is vandaag donderdag en... kapjes van mijn neus af. Gisteren heb ik een heel klein stukje gefilmd in de ochtend met mijn telefoon. Maar mijn camera deed heel raar, dus dat zal ik nu eventjes laten zien. Het is vandaag dinsdag en mijn 2 camera's doen echt allebei super raar. Deze, als ik hem openmaak, staat er dat ik mijn geheugenkaart niet kan lezen. En als ik deze aanklik, dan doet hij het gewoon helemaal niet. Dus ik film heel eventjes met mijn telefoon. Maar het is dus vandaag dinsdag, of nee, woensdag is het. En dit kapje gaat vandaag van mijn neus af. Echt zo spannend. Mijn vader komt me over 5 minuutjes ophalen en dan rijden we naar Amsterdam. En dan gaat het eraf. Ik heb ook voor het eerst weer een beetje make-up op mijn gezicht gedaan. Dat was mijn wenkbrauwen en wimpers. Ik ben zo... nou, niet zenuwachtig, maar zo benieuwd. Oh my god. Dit is wat ik vandaag aan heb. Als het goed is, hebben jullie het allemaal in de shoplog kunnen zien. Maar deze jas is van Colorful Rebel. Shirtje van Zara. Broek, Levi's en dan mijn UX chestnut eronder. Maar ze hebben dus het kapje eraf gehaald en ik ben er zo blij mee. Vanaf de voorkant is er dus niet heel veel veranderd. Wat ik ook niet erg vind, omdat ik wil gewoon mijn eigen gezicht behouden. Ik wil niet een heel ander mens zijn. Maar vanaf de zijkant ben ik er echt zo, zo blij mee. Hij is nog wel best wel gezwollen, zei ze. Vooral hier. En dit dopje, zeg maar, is nog heel erg gezwollen. Dus dat wordt nog veel minder. Dus hij wordt nog mooier. Ik zei ook van, ik ben er nu al blij mee. En als hij dan straks alleen nog maar mooier wordt. Echt, kan niet wachten. Dat kan ongeveer, de meeste zwelling zal de eerste 3 maanden weg zijn. Maar ze zei van, je ziet het per dag echt afnemen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Zo raar om opeens een ander gezicht te hebben vanaf de zijkant. Maar goed, ik wilde dit natuurlijk echt al super lang. En het is gewoon zo raar. Ik heb gewoon een jaar op de wachtlijst gestaan. Even neerzetten. Ik heb natuurlijk gewoon een jaar op de wachtlijst gestaan. Nou, langer dan een jaar. En nu is het gewoon klaar. Ik heb gewoon een nieuwe neus. Zo raar. Ik zag dat er best wel wat reacties onder mijn video waren en wat vragen. Dus ik ga volgende week een Q&A plaatsen. Als jullie deze weekvlog zien, is dat aankomend weekend komt die Q&A. Om al jullie vragen te beantwoorden, ook waarom ik het heb gedaan. En gewoon vragen zoals hoeveel het heeft gekost, waar ik het heb gedaan of pijn deed. Gewoon alles zal ik daarin beantwoorden. Dus die komt voor jullie aankomend weekend online. Ik heb net even een TikTok gemaakt voor samenwerking. Want de afgelopen week hebben alle samenwerkingen natuurlijk een beetje stilgestaan. Omdat ik erbij liep als een idioot. Dus ik heb net even een TikTok gemaakt. Ik ga als het goed is zaterdag met Rosa foto's maken. Dus dan kan ik ook alle Insta-foto's maken voor de samenwerkingen. Dus dat. Ik heb me even een beetje snel omgekleed. Want ik ga even boodschappen doen. Ik heb gewoon een shirtje of een trui aan van Björn Borg. Spijkerbroekje van de Zara. Niet heel boeiend. En dat ga ik wel eerst even laten zien, denk ik. Er is gisteren een pakketje binnengekomen van Farfetch. Want daar heb ik weer een samenwerking mee. Is via Instagram, maar ik vind het ook wel leuk om aan jullie te laten zien op YouTube. Maar ik heb dus een nieuwe tas van Jacques Mus. En dat is deze. Ik vind hem zo, zo mooi. Ik vind het kleurtje echt geweldig. Maar kijk even hoe klein die is. Hij is even groot als mijn hand. Er zit wel ook nog een lang hengsel bij. Maar ik vind dit gewoon echt een heel erg leuk tasje. Ik had hem alleen ietsjes groter verwacht. Maar goed, voor zo om te dragen vind ik hem wel echt heel erg leuk. Dus deze kunnen jullie binnenkort verwachten op mijn Instagram met een leuke outfit. En gisteren is er ook een pakket binnengekomen van Xenos. En er zat een nieuwe salontafel in. Dus die hebben we gisteren gelijk neergezet. En we hadden dus ook een nieuw vloerkleed. En eigenlijk wilden we wachten daarmee met neerleggen tot we de bank hadden. Of hebben, want we hebben dus een nieuwe bank besteld. Maar die komt pas over 4 weken. Dus we dachten, ja, anders ligt dat kleed hier nog 4 weken in de woonkamer. Dus die hebben we ook neergelegd. Dus echt, we zijn er zo blij mee. Kijk. Dit is nu, ik ga even aan de andere kant staan. Het is wel een wit kleed, dus niet met de schoentjes erop. Dus ik ga er even langs lopen. Maar kijk. Dit is het nu. Het salontafeltje komt dus van de Xenos. En het kleed komt van een Instagram account. Ik zat wel eventjes in beeld zetten, want ik weet even niet uit mijn hoofd hoe die heet. Maar het kleed is 2x3 meter en die past echt perfect onder de bank. En straks lekker een nieuwe bank erbij. Helemaal leuk. En we hebben hier dus ook een hoekje gemaakt.
Met een nieuwe vaas van Xenos. Vinden we ook helemaal leuk. Nieuw pot hier zo. Echt leuk woonkamertje. Eindelijk een tafel en niet een plateau op de grond. Oké, wij hebben dus eigenlijk nooit boodschappen in huis. Wij kopen echt pas dingen als we trek hebben. Dus wij hebben allebei, toch maar Nick, de Flink app op onze telefoon. Dus we gaan even lekker wat boodschapjes bestellen. Dit is de app en daar kan je dus gewoon al je boodschappen op bestellen. En aangezien we echt, wij gebruiken dit denk ik echt oprecht iedere dag. Bijna iedere dag. En je hebt hier gewoon alles op. Je hebt snoep, chips, maar je hebt bijvoorbeeld ook drogisterij. Fruit, groente, hele maaltijden, brood, ontbijt, lunch. Ja, echt van alles. Dus wij gaan weer lekker Flinkje bestellen. Lekker. Onze boodschappen zijn binnen. Ik ga wel even laten zien wat we allemaal gehaald hebben. Heel veel drinken. We hebben Cola Zero. Lekker. Red Bull, verdacht maar. Is die peach? Echt heel veel blikjes. Normale ijsthee. Of ice tea green, noem je dat. En als laatste toch nog een beetje wat gezonds kiwi. Dus dit is allemaal wat ik besteld heb bij Flink. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Want met deze code die nu in beeld komt, krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling bij Flink. Ik vind het echt super chill en ik maak echt geen grapje als ik zeg dat wij dit bijna iedere dag gebruiken. Ik ga koken met de dingetjes die ik bij Flink had besteld. Ik had namelijk ook wat besteld om vanavond mee te eten. Dat ga ik even pakken. Ik ga namelijk mijn lievelingseten maken. Dat is pasta carbonara. Dus ik heb spekreepjes, volkoren pasta en carbonara saus. Dus dat ga ik lekker maken. Ik ga de pasta koken, spekjes opwarmen, lekker de saus erbij en dan heerlijk pasta carbonara eten. Het is echt na sushi of samen met sushi is pasta carbonara echt mijn lievelingseten. Hij is ook bij Flink besteld, dus dat ga ik nu lekker maken. Ik ben lekker de spekjes aan het bakken. Pasta is bijna gaar. En dan zo meteen deze saus. De carbonara saus doe ik hierbij. Dan doe ik het even een beetje opwarmen en doe ik daarna de pasta erbij. En dan heb je een heerlijk avondmaaltje. Mijn pasta carbonara is klaar. Vraag me niet waarom ik altijd zoveel maak. Ik ben dus echt heel slecht in inschatten hoeveel ik nodig heb. Maar dit is echt voor 2 of 3 personen en ik eet het in mijn eentje. Dus ja, wel heel erg lekker. Ik ga dit denk ik lekker in mijn bed opeten. Lekker filmpje kijken. Ik ben toch alleen thuis, dus heerlijk. Het is vandaag vrijdag en ik heb net een video opgenomen. Een hele grote hersenvlog. Als jullie deze video zien, staat die video online. Daar komt deze trui ook in voor. Linkje daarvan staat ook in die video. Ik ga vanaf mijn moeder eten. Met mijn broertje en mijn opa en oma. Kan ik mijn nieuwe neus laten zien. Echt nog steeds zo blij mee. Hij is dus nog wel best wel gezwollen aan de voorkant. Dus hij wordt echt nog wel een stukje kleiner. Maar ik ben er gewoon nu al blij mee. Maar dat heb ik gisteren ook allemaal gezegd. Wat ik nu eventjes ga doen is... Dagmar en ik hebben een tijdje geleden onze kledingkamer opgeruimd. En er zijn echt heel veel vuilniszakken uitgekomen. En eigenlijk moet ik nog even een keertje door de kledingkamer heen. Want ja, dit is nog steeds veel te veel topjes. En hier hangt ook nog steeds echt van alles wat ik gewoon niet meer draag. En vooral truien ook en zo. En als je die shoplog hebt gezien, weet je dat er ook heel veel truien weer zijn bijgekomen. Dus ja, ik moet dat gewoon echt eventjes gaan opruimen. Maar ik heb dus een samenwerking met Selfie, als ik het goed uitspreek. Echt meest chille samenwerking ooit. Want ik heb namelijk van hun allemaal zakken gekregen. En hier mag ik dus mijn kleding in doen. Volgens mij zijn het iets van 9 zakken of zo, dacht ik, 10 zakken. Ik mag dus al mijn kleding in doen, komen ze het ophalen. Gaan ze er foto's van maken en zetten ze het op Shopee, op de app. Daar kan je dus je kleding op verkopen. Wanneer dat allemaal erop komt staan, laat ik nog wel weten, want er komt echt bizar veel op. Maar ik ga over een uurtje naar mijn moeder toe. Dus ik ga daar nu eventjes mee beginnen, want dan kan ik zo'n pick-up moment afspreken met ze, zodat ze het kunnen komen ophalen. Dus dat is wat ik nu eigenlijk ga doen. Niet heel erg boeiend voor op de vrijdag.
Misschien dat ik vanavond met Ro heb afgesproken. Ze zou het nog even laten weten, want ze heeft ook wel weer best druk met school. En ze gaat morgen naar ADE. Ze heeft ook niet heel veel tijd om aan school te zitten. Dus dat zou ze nog even laten weten. Dus misschien dat ik vanavond met Ro ga afspreken, dat weet ik dus nog niet. Ik ga in ieder geval wel lekker visje, lekker kibbeling eten bij mijn opa en oma. Of bij mijn moeder, bij mijn opa en oma. Oké, alles wat in de kleding of in die kast stond, in die zakken, heb ik in de zakken gedaan. Echt mega veel. Het zijn 5 volle zakken en ze zijn echt heel erg groot. Ik heb nu geen tijd om de kledingkast verder op te ruimen. Dus ik heb nog 4 zakken over. Dus ik ga denk ik morgen of vanavond even kijken. Ga ik de kledingkamer verder opruimen en uitzoeken. En dan hoop ik dat ik nog meer zakken kan vullen. Want wij moeten gewoon echt meer kleding wegdoen. Meer ruimte maken. Ik moet gewoon echt heel streng gaan zijn van oké, dit vind ik echt heel leuk. Dit ga ik sowieso dragen. En dit ga ik wegdoen, want dit draag ik gewoon niet meer. Dus dat is mijn klus voor vandaag en morgen. Ik ga nu even die zakken weer in die kast zetten. Want anders wordt het maar helemaal gek, denk ik, als ze dit ziet als ze thuis komt. En dan ga ik zo meteen naar mijn moeder toe. Het is vandaag zaterdag. En ik heb me helemaal klaargemaakt. Want ik ga zo meteen... Ik ben ook met de adem. Ik ga zo meteen met Rosa en Zoe foto's maken in de stad. Want we hebben wel wat foto's, alle 3 nodig voor samenwerkingen. Dus dat gaan we eventjes gezegd met de 3 doen. En het is best wel lekker weer buiten. Dus dat is echt top. Ik heb deze trui aan van Worst Behavior. Hebben jullie ook in mijn shop nog kunnen zien. Gewoon een spijkerbroekje en doe ik lekker mijn uks eronder. Gisteren was ik dus mijn camera vergeten naar mijn moeder. Dus ik heb niet heel reactie kunnen filmen. Maar ze vonden mijn neus echt heel erg mooi. En Zoe die was blijven slapen vannacht. Hier zo. Dus die zag hem ook voor het eerst. Die vond hem ook echt heel erg mooi. Maar ze is nu eventjes naar huis spullen halen om kleed, douchen en zo. Voor foto's te maken. Dus ja. Verder vandaag niet echt een hele boeiende planning. En ik zie dat mijn camera leeg is, dus dat is ook leuk. Ik wil dan mee in mijn foto's maken. Nou, ik zou wel gewoon met mijn telefoon wat dingetjes filmen dan, want dit ding is leeg. Het is vandaag maandag en gisteren heb ik niks gefilmd. Zaterdag eind van de dag ook niet meer, want mijn camera was leeg en natuurlijk weer vergeten in de oplader te leggen. Maar ik heb net eventjes heerlijk gedoucht, lekker maskertje maar gedaan. Met wat nieuwe dingetjes die ik dus weer heb gekregen van Look Fantastic. Want ik heb dus weer allemaal dingen mogen uitzoeken bij hun. En ik heb ook nog iets heel anders leuks van hun gekregen. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik heb hier weer een hele doos vol met allemaal producten gekregen. Ik vind Look Fantastic echt een top website. Echt een hele chille samenwerking. Ik heb hem nu al een paar maanden achter elkaar. En ze hebben er gewoon echt alle merken. Ze hebben dingen voor je haar. Ze hebben make-up. Ze hebben voor je nagels, voor je lichaam. Voor mannen, voor vrouwen. Ze hebben tools voor je haar, steltangen. Ze hebben echt oprecht van alles. En ik heb weer wat dingetjes uitgekozen bij hun. En één daarvan, of nou 2 daarvan, is wat ik dus net al heb gebruikt. Voor de mensen die mij langer volgen of deze Look Fantastic unboxingen vaker bekijken, weten dat ik eigenlijk altijd Olaplex bestel. Omdat ik altijd Olaplex voor mijn haar gebruik. Alleen ik zag het merk Kerastase ook de laatste tijd echt bij super veel mensen voorbij komen. En super enthousiast waren ze erover. Dus ik dacht, ik wil het ook wel een keertje proberen. Dus ik heb een shampoo en een masker. Dit is de shampoo. Die heb ik dus net ook onder de douche gebruikt. Hij ruikt echt mega lekker. Je hebt echt super veel verschillende soorten shampoos. Maar ik wilde er graag eentje zonder sulfaat en siliconen. Omdat dat gewoon best wel slecht is voor je haar. En deze had dat niet. Geen siliconen of geen sulfaat. Dus daarom dat ik voor deze ben gegaan. En ik heb erbij ook het bijpassende masker. En dit is ook voor zachter haar en weet ik het wat allemaal. Nou, dat kan mijn haar wel gebruiken. Dus dit masker heb ik er ook bij. Dan, ik heb deze keer best wel wat dingetjes besteld die ik normaal niet zou bestellen. Maar dat vind ik ook wel een keer leuk. Ook van hetzelfde merk van Kerastase heb ik deze serum. Ik zag dit dus voorbij komen op TikTok bij iemand. En dit is dus om je haar te helpen groeien. Of om het in ieder geval wat dikker te maken. Wat, ja, gewoon wat gezonder. Oh, het is een heel groot flesje. Dat is deze. En dit is dus een serum met een pipetje. En dit kan je dan... Oh, is een hele grote pipet ook. Maar dit kan je dan zo door je haar heen doen. Ik ga het nu niet doen, want ik heb net mijn haar gewassen. Maar dit schijnt dus echt heel fijn te zijn. Een soort serum. Misschien kan je dat ook wel gewoon aan de onderkant van je haar doen. Dagelijks anti-haar uitval serum voor verzwakt haar. Gebruik het eenmaal daags ochtends of voor het naar bed gaan gedurende de behandeling van 6 weken. Breng 4 doses van op de droge hoofdhuid grondig. Oké, dus zo'n treatment zeg maar duurt dus 6 weken. Dat zou je dus eigenlijk iedere dag moeten doen. Dan heb ik mijn lievelings lippenbalsem opnieuw besteld van Elizabeth Arden. Ik had deze dus al, maar toen tijdens een festival ben ik dus dat dopje kwijtgeraakt. Dus dat is heel irritant, maar daardoor kan ik hem dus eigenlijk nooit meenemen. Maar dat is dus deze.
Hij ligt hier dus ook in mijn la. Die gebruik ik gewoon voor thuis. Maar ik heb er nu weer eentje met het topje die ik dus gewoon kan gebruiken om mee te nemen. En dan had ik eventjes nieuwe elastiekjes nodig. Zoals je ziet gebruik ik die echt altijd. En ze raak ik ook altijd kwijt. Dus ik heb er eventjes 3 nieuwe Invisibobbles in het bruin. Dus eigenlijk altijd in het bruin. Dan deze pillen. En deze heb ik dus een paar bestellingen geleden ook besteld. Ze zijn nog niet op. Ik heb er zelfs nog een doosje van. Maar ik dacht, dan heb ik eventjes een voorraadje voor als die weer opgaat. Maar dit zijn dus pillen voor je haar. En ja, ik gebruik nu verschillende dingen voor mijn haar, waaronder deze pillen. Ik weet dus niet per se of het door deze pillen komt of door dat drankje van Viva Kruid. Ik denk door deze pillen. Maar mijn haar is echt best wel goed aan het groeien. Dus ik wil hier gewoon even een reserve van. Dat zijn deze. En met één zo'n flesje doe je dus 2 maanden. Dus mijn ander is bijna op. Daar heb ik nog een reserve. Daar kan ik dan aan beginnen. En heb ik deze nog als 3e reserve, zeg maar. Of als 2e reserve. Dan heb ik van NARS een oogschaduwpalet uitgekozen. En ik draag eigenlijk nooit zo heel veel oogschaduw. Maar soms vind ik het toch wel leuk. En ik vond dit echt een heel erg mooi palet. En ik vind NARS gewoon echt een super fijn make-up merk. Kijk. Mooi palet. Kijk even hoe mooi deze kleuren zijn. Ik hou echt heel erg van die warme bruine achtige kleuren. Ook een beetje dat rode. Echt, echt heel erg mooi. Even kijken of dit palet een naam heeft. Summer Unrated heet het palet. Van NARS. En dan als laatst heb ik een geur uitgekozen. Dat is natuurlijk best wel een soort spannend om dat te bestellen. Omdat je natuurlijk nooit weet hoe het ruikt. Maar hij klonk wel echt heel erg lekker wat er allemaal in zat. Even kijken of ik dat hier op de verpakking ook kan vinden. Maar volgens mij was het iets met witte bloem of zo. En white mist. Ik heb geen idee, maar het klonk heel lekker. Het is van het merk Replica. Ik kende dat niet. Het is echt wel een heel erg klein flesje, maar handig op zich ook om mee te nemen. En hij ruikt echt heel erg lekker. Ik ben wel heel slecht in geuren omschreven. Kijk wat hierop staat. Hij heet Lazy Sunday Morning. Soft skin en bed linen. Ja, ik vind het gewoon echt naar een hotelletje ruiken. Ik vind hem echt heel erg lekker. Dus dat zijn de dingen die ik van Look Fantastic heb uitgezocht. En dan heb ik nog iets heel erg leuks van hun gekregen. En dat is hun adventkalender. Ze hebben dus dit jaar ook weer een adventkalender. Volgens mij betaal je hier voor 110 euro. 115 euro. En er zit een waarde in van 550 euro. Maar kijk even hoe leuk ze dit hebben gedaan. Je kan hem dus openmaken als een soort van boek. En dan heb je dus allemaal vakjes. Echt heel erg leuk. Ik wil dus nog niet alles openmaken. Omdat ik dit jaar weer vlog mee zou gaan doen. Beter dan vorig jaar. Want vorig jaar ben ik er na 5 vlogs mee gestopt. Maar het lijkt me heel erg leuk om dan iedere dag een vakje hiervan open te maken. Maar ik ga wel even eentje openmaken. Om alvast even met jullie te delen. Ik ga voor nummertje 1. Ik ga er gewoon even een paar uitpakken. Oh, heel leuk. Dit is een Rituals stokje scheurset. We hebben deze zelf in het blauw hier in huis staan. Maar dit is echt zo'n lekkere wintergeur natuurlijk. Kijk. Heel erg leuk dat dit erin zit. Volgens mij zitten er dus heel veel verschillende soorten merken en dingen in. En ook een paar testers. Maar ook weer wel een aantal full size producten. Ik ga ook nummer 11 openmaken. Want die steekt dus een beetje uit. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Een scrub met zeezout. Van dit merk. Ook allemaal dus te koop bij Look Fantastic. Dit ruikt zo erg naar de spa. Ach, lekker. Dan nummer 22. Dit is een body scrub. Volgens mij was die anders trouwens een scrub voor je haar. En dit is een scrub voor je lichaam. Ook heel erg leuk. Welk nummertje ga ik nog meer doen? Ik ga nummer 5 doen. Die is heel groot. Daar zit in een warming eye mask. Een masker voor op je ogen. Hier heb ik ook wel eens maskertjes van gehad van dit merk bij Look Fantastic. Vind ik echt heel erg fijn. Oké, ik ga er nog eentje openmaken. Zodat het nog een beetje voor jullie ook een verrassing blijft als jullie hem kopen. Ik ga voor nummer 17. Daar zit in een gezichtsmist. Een setting spray is dat, denk ik.
Heel erg leuk. Er zit dus echt van alles wat in. Dus deze heb ik van hun gekregen. En als je nou wil weten wat er nog meer allemaal in zit, moet je komende december lekker mijn vlog eens gaan kijken. Maar dit is dus alles wat ik weer van Look Fantastic heb mogen ontvangen. En met de code FLEURLF krijg je ook weer 20% korting. Ik zal de kortingscode nog eventjes in de beschrijving zetten voor de mensen die het vergeten zijn. Maar goed, ik ga nu eventjes dit hier opruimen. En dit hier ook, want hier zijn nog allemaal medicijnen van voor mijn neus en zo. Maar dat heb ik nu natuurlijk niet meer nodig. Dus ik ga het even opruimen, een beetje orde in mijn kamer. En dan deze weekvlog bewerken, want die moet morgen alweer online.